Wanneer je voor je parkiet een vogelkooi aanschaft, zorg er dan voor dat die groot genoeg is zodat ze heerlijk kunnen rondfladderen. Kies een kooi die tenminste voor de helft uit horizontale spijlen bestaat. De kleine vogeltjes zijn namelijk echte klimmers. Parkieten zijn erg speelse dieren en afleiding is daarom heel belangrijk. Zorg voor voldoende speelgoed, zitstokken en een kalkblok. Vogelspeelgoed is verkrijgbaar in verschillende soorten en maten, maar niet elk speelgoed is geschikt voor parkieten. In speelgoed met een lang touw of met klemmetjes kan een parkiet namelijk vast komen te zitten. Een schommeltje of een speeltje met een bel vallen wel bij de parkiet in de smaak. Hang geen spiegeltje in de kooi. Als de vogel zichzelf namelijk ziet, zal hij denken dat er ook een andere vogel in de kooi zit. En op langere termijn kan dit leiden tot verstoord gedrag of ervoor zorgen dat hij minder snel tam wordt. Plaats in de kooi ook een waterflesje en verschillende bakjes. Eén voor voer, één voor eivoer en één voor het git- en maagkiezel. Vogels vinden het ook heerlijk om zich te wassen. Daarvoor zijn speciale badjes verkrijgbaar. In een vogelkooi zitten standaard 2 of 3 plastic zitstokken. Plaats naast deze plastic zitstokken ook dikke houten zitstokken. Hieraan slijpen ze namelijk hun nagels en hun snavels. Parkieten lopen vaak over de bodem van hun kooi. Zorg daarom voor een goede bodembedekking, zoals bijvoorbeeld houtsnippers of schelpenzand. De locatie van een vogelkooi is ook erg belangrijk. Zorg ervoor dat de kooi op een hoge, tochtvrije plaats wordt gezet, waar de vogel voldoende overzicht kan houden. Heb jij vragen over de inrichting van een vogelkooi? Kom langs in de winkel en vraag het de discuspecialist.